Good morning toppers. Welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Munnecom podcast. Ik zit op dit moment buiten aan het einde van de straat van ons vakantiehuisje. In het speeltuintje, wat helemaal verlaten is. Maar op een bankje. Het waait vanochtend namelijk heel hard. Ik ben net naar het strand gelopen, maar het was niet te doen met die wind. Het was en heel koud. En het was voor mij niet de plek om lekker een podcast te kunnen opnemen. Dus ik ben relaxed teruggelopen. En nu ben ik op een bankje gaan zitten. Lekker uit de wind. Met een heel schattig katje naast me. Die hier altijd in het speeltuintje ligt. Waar jullie ook gek op is. Dus vanuit het speeltuintje in Domburg krijg je wat morning inspiration van mij. Het zal waarschijnlijk een korte worden. Maar ik wil even iets met je delen. Naar aanleiding van, je weet hè, ik begin mijn ochtend altijd met het luisteren van inspiratie. En wat dat precies is, dat verschilt elke dag. Het is voor mij ook altijd inchecken bij mezelf, waar heb ik zin in. En vervolgens dat gewoon doen. En daar wil ik op doorpakken met deze podcast. Ik luister vanochtend naar Abraham Hicks. En daarin stelde een dame een vraag en die zegt namelijk van goh, ik ben ooit een bedrijf begonnen. En nu op dit moment voelt het zo zwaar dat ik... overweeg om een bedrijf te verkopen. En of het nu is, ik wil een bedrijf verkopen of gewoon, ik ben iets gestart en het voelt niet vervullend. Het is te zwaar, het is moeilijk, ik moet trekken aan klanten en ik wil ermee stoppen. Het is allemaal hetzelfde. Nou, Abraham Hicks gaat het gesprek aan met haar. En de vraag die daar gesteld wordt, en ik wil dat je deze meteen in je opneemt en ook meteen even reflecteert van oké, hoe resoneert dat met mij? Want even, dit kan je eigen business zijn, het kan je baan zijn, het kan een relatie zijn, het kan alles zijn. Waar jij over wat gewoon op dit moment niet meer goed voelt. Abraham Hicks stelt de vraag: wil jij, do you want to get rid of the business? Dus wil je echt van je bedrijf af? Of wil je je gewoon beter voelen? Ja, ik wil me beter voelen, zegt die vrouw. Oké, en heb je het nodig om je bedrijf te verkopen om je beter te voelen? Heb je het nodig om met je business te stoppen om je beter te voelen? Heb je het nodig om je relatie te verbreken om je beter te voelen? Heb je het nodig om eerst gewicht te verliezen om je beter te voelen? Met andere woorden, is het echt zo? En dit moet geen hoofdantwoord zijn, maar een voelantwoord. En daar zit een huge verschil in. Is het echt zo dat jij het nodig hebt dat een omstandigheid verandert, zodat je je beter kunt voelen? En ik weet dat het sociaal-wenselijke antwoord van jou nu nee is. Want dat is kennis die je hebt. Als je deze podcast luistert en überhaupt hierin gelooft, is het antwoord nee. Het antwoord is ook echt nee. Alleen het verschil zit hem in, is dit een hoofdconcept voor jou of is dit een voelconcept voor jou? En echt, dit mag je even laten binnenkomen, want dit is een huge difference. En dit gaat echt het complete verschil uitmaken. Je hebt het namelijk nooit nodig dat een omstandigheid verandert om je beter te voelen. Je kunt namelijk ten alle tijden in de situatie waar je nu in zit, en of dat nu business-wise, gezondheidswise, relatie-wise, whatever is, kun je de keuze maken om te focussen op iets van dat onderwerp of iets compleet anders. Dus even wat is voor jou het pad van de minste weerstand? Wat je meteen beter laat voelen. Het is niet zo dat je gevoel gecontroleerd wordt. Dat je daar geen controle over hebt. Dat er iets is in jou wat dominanter is dan jezelf. Wat maakt dat jij geen controle hebt over je gevoelens en je gedachten. Ik weet dat mensen dat wel eens uitspreken. Ik kom zelf van die plek af dat ik gewoon niet weet hoe ik dit moest doen. Maar ik weet uit ervaring dat dit bestaat. Je kunt je gedachten controleren. En gevoelens zijn het resultaat van de gedachten die je hebt. Dus hoe jij nu denkt over de situatie creëert dat jij je zo voelt. Zo rot voelt. Zo shit voelt. Zo zwaar voelt. Zo ongemotiveerd voelt. Zo ongeïnspireerd voelt. Wat gaat jou helpen? Wat heb jij nodig om je in het hier en nu, zonder dat er ook maar iets verandert, beter te voelen? Wat is het antwoord daarop voor jou? En dat is voor iedereen anders. En dit is voor mij echt een game changer geweest. Als je mijn hele verhaal kent, ik kan heel veel momenten opnoemen, maar eentje die heel groot voor mij is geweest, is toen ik in 2017 terugkwam van mijn reis alleen naar Bali. Waar ik me nog steeds, dat zijn een van de gelukkigste momenten van mijn leven geweest. En een van de gelukkigste momenten. Ik ben over het algemeen super gelukkig, maar daar in Bali heeft voor mij zo'n transformatie plaatsgevonden dat ik dat en alleen heb gedaan. En dat ik daar maandenlang kon zitten en me zo sterk heb gevoeld zonder dat ik ook maar iemand miste. Elke dag gewoon zijn. Elke dag oké zijn met mezelf. Elke dag mijn mooiste leven leiden. Elke dag met heel weinig super happy zijn. Elke dag niemand missen. Mijn ouders, mijn vrienden, mijn partner, helemaal niemand miste ik. En dat maakte me zo, en het klinkt misschien heel stom, maar zo intens gelukkig en zo intens sterk en zo intens zelfverzekerd. En zo'n intens gevoel van onvoorwaardelijke zelfliefde, dat was het. Dat was het. En daar kan, en ook dit klinkt misschien heel stom, maar dat gevoel van onoverwinnelijkheid, dat gevoel van innerlijke rust, dat gevoel van extreme onvoorwaardelijke zelfliefde, daar kan geen ton verdienen tegenop. Daar kan ook geen 5 ton omzet draaien tegenop. Want uiteindelijk doen we alles om een bepaald gevoel te creëren. En dan is het nu aan mij, hè? En dat is iets waar ik de hele tijd mee bezig ben en wat ik, als ik eerlijk moet zijn, ook echt heel erg ervaar. En ik vertel dit over mezelf, hè? Maar ik wil dat jij meteen projecteert op jezelf. Oké, hoe geldt dit voor mij? Wat is het stukje wat ik hieruit kan halen voor mezelf? Dat het nu mijn continue uitdaging is hoe kan ik dat ultieme gevoel van onvoorwaardelijke zelfliefde, van onoverwinnelijkheid, van kracht, van innerlijke rust, hoe kan ik dat ten alle tijden in het hier en nu halen? Zonder dat daar bepaalde omstandigheden voor moeten veranderen. Want toen ik terugkwam van Bali, voelde het alsof ik in een zwart gat viel. Ik viel niet in een zwart gat, ik creëerde dat zwarte gat voor mezelf. Door allemaal gedachten te gaan denken dat ik hier niet gelukkig kon zijn, dat mijn relatie het gewoon niet was, dat ik alleen maar gelukkig kon zijn in een warm land, dat ik terug wilde naar Bali, ik moest emigreren naar Bali, of ik moest naar Spanje in ieder geval, als ik maar in een warm land was. Dan was ik altijd gelukkig en voelde ik me altijd zo. En dat was 100% mijn overtuiging. En in mijn hoofd wist ik, dat concept kende ik, dat gevoel wat jij zoekt, Kim, dat zit in jou. Dat zit in jou en dat kun je ten alle tijden oproepen. Alleen, dat was een hoofdconcept en geen voelconcept. En toen ben ik die reis begonnen. Dat was voor mij echt het moment. En toen kende ik Law of Attraction al lang. Maar het moment dat ik echt all in ben gegaan. En vanaf toen nooit meer achterom heb gekeken. Dat was dat moment dat ik echt geleid werd naar het boek De Wet van Aantrekking van Esther en Jerry Hicks. En daar vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. Alles wat ik leerde ging ik integreren, ging ik toepassen, ging ik letterlijk leven. En dat heeft gemaakt dat ik op dat moment het ultieme geluk in mezelf heb gevonden. En volledige ownership nam over alles wat in mijn leven speelde. Die 100% verantwoordelijkheid voor alles. The good and the bad. Het succes van mijn business, het succes van mijn relatie, het succes van mijn gezondheid, mijn financiële situatie. Echt letterlijk alles. Mijn gewicht, alles. En dat was zo'n gruwelijke gamechanger voor mij. Dat heeft gemaakt dat zoveel geshift is. Dat heeft gemaakt dat ik Law of Attraction ben gaan omarmen als gewoon mijn... Hoe zal ik dat zeggen? Mijn secondary nature, als een tweede natuur. Gewoon dit is gewoon de basis van alles. En op het moment dat je dat kan, en je kan een leven creëren waarin jij jezelf kan tunen naar feeling good, naar alignment. Zonder dat er ook maar iets hoeft te veranderen, ga je nooit meer iets of iemand verantwoordelijk houden voor hoe jij je voelt in het moment. En dat is naar mijn mening het grootste goed, het grootste goud dat je ooit in je leven kunt bereiken. Want dat maakt dat jij ten alle tijden controle hebt over wat je denkt, hoe je je voelt en dus wat je manifesteert. En dus letterlijk hoe je realiteit er ten alle tijden uitziet. Alignment, 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 alignment. Dat is de keyword voor al het succes en al het geluk dat jij zoekt in dit leven. En dan mooie woorden van Abraham Hicks. You never get it done and you never get it right. Die zoekt ook dus nooit af. En je krijgt het nooit helemaal goed. Het is continu work in progress. En dat ook omarmen. En daardoor juist het belangrijkste intent van jou mag zijn het genieten van de reis. Als jij je eigen onderneming bent gestart, herinner je dan eraan waarom je bent gestart. Wat was het idee wat je had? Wat was het enthousiasme dat je voelde dat je dit wilde gaan doen? En op momenten dat het zwaar voelt en de klanten komen maar niet en je voelt dat je moet trekken en je hebt het gevoel van ik ben er nog lang niet en wat doe ik fout en ik snap het spelletje niet en ik ken geen sales, ik ken geen marketing en het duurt lang en whatever. Herinner jezelf er dan aan, want dit zijn allemaal tekenen dat jij gewoon uit alignment bent. Herinner jezelf eraan hoe jij je voelde toen je begon. Wat was die inspiratie die je voelde? Wat dacht je dat het je zou opleveren? Op dat moment was je in alignment, want het voelde goed. Je hebt gehandeld op basis van wat je voelde en daar mag je naar terug. Wat was je intentie? Wat was je verwachting? Wat was je geloof? Wat was je vertrouwen? Wat was je gevoel? Want dat is er nog steeds. Alleen je kiest daar op dit moment voor om te focussen op de dingen die niet goed gaan. En daardoor vergroot je ze. Daardoor trek je er alleen maar meer van aan. Op het moment dat dingen nu niet lopen, niet lekker lopen zoals je graag zou willen, dan is het aan jou om je vibratie te veranderen. That's it. The only thing you ever have to do is make sure you get into the receptive mode. Aldus Abraham Hicks. The receptive mode. En hoe kom je in die ontvangstmodus? Door te zorgen dat jij ten alle tijde dat doet wat zorgt dat jij je goed voelt. En dat is niet altijd actie ondernemen om je bedrijf te laten groeien. Als er momenten zijn dat je daar geen zin in hebt en je voelt heel sterk dat je iets anders wilt doen, doe dat andere. Doe dat andere wat je goed laat voelen. Maar de key is, ga je dan niet schuldig voelen dat je die dingen niet doet die je eigenlijk vindt dat je zou moeten doen. Want dan ben je nog uit alignment. Dan kun je wel iets doen wat je eigenlijk leuker vindt. Maar op het moment dat je je schuldig voelt, ben je nog steeds uit alignment. Dus heb je nog niks bereikt. The key is getting into alignment as much as you possibly can. Get into alignment. Be in alignment as much as you possibly can. En laat dat je dominante intentie zijn. Nu. Op dit moment en voor altijd. En als ik dan hoor heel vaak om me heen, ja, ondernemen voelt zwaar en het lukt niet. En er zijn momenten dat ik echt de handdoek in de ring wil gooien. Ik probeer dat gevoel te snappen, maar ik herken dit niet. En nu denk je misschien, ja, mijn bedrijf is ook succesvol. Logisch dat jij je goed voelt. Nee, maar echt nooit. In mijn hele ondernemersreis, toen ik nog niks had, toen ik net begon. Ik heb dit nog nooit gevoeld. En nu terugkijkend weet ik waarom dit is. Omdat ik altijd de toekomst zag, de mogelijkheden zag. En altijd heb genoten van de reis en nu nog steeds. Altijd zo onbewust bezig ben geweest met het genieten van de reis. Waardoor ik nog nooit het gevoel heb gehad dat ik daarmee wil stoppen. Of dat het, jawel, het is wel eens zwaar geweest. Maar nooit zo erg dat ik dacht, ik wil dit niet meer. Nooit. Tuurlijk lopen dingen ook bij mij heel vaak anders dan ik had gewild. En is het een groot leerproces. En heb ik binnen een half jaar dat ik mijn onderneming ben gestart al een rechtszaak. Heeft iemand een rechtszaak tegen me aangespannen. Ik heb heel veel meegemaakt al in de afgelopen 10 jaar ondernemer zijnde. Maar nooit is er ook maar één moment geweest dat het zo zwaar voelde dat ik dacht, ik stop ermee, dit is niet meer leuk. Nooit, nooit, nooit. En dat komt omdat mijn focus altijd is geweest genieten van de reis. En altijd ook heb gevoeld dat wat ik wil bestaat en ik groei continu. Ook al was er in het moment niet dat stukje evidence. Ik was altijd aan het werken aan het zijn van alignment. Op het moment dat ik er even niet was, bewoog ik daar naartoe. En heel lang was dat onbewust. En nu ik die Law of Attraction helemaal heb omarmd, daar alles over geleerd heb en continu blijf leren. You never get it right and you never get it done. Snap ik mezelf continu. En snap ik ook wat ik mag doen. En weet ik wat ik nodig heb om in die ontvangmodus te komen. En daardoor lukken dingen ook continu. En daardoor voelt alles easy. En daardoor is ook bijna alles een succes. En dit zeg ik niet om mezelf op een bepaalde positie te plaatsen. Of mezelf een schouderklop te geven. Of om jaloers te maken. Dat is totaal niet mijn intentie. Wat ik hiermee wil bereiken is je laten zien dat dit kan. En dat ik ook weet hoe het is om het gevoel te hebben dat je in een zwart gat zit. Maar vervolgens wil ik in mijn training terugkoppelen. Je creëert het zwarte gat zelf. Of je nu in een burn-out zit of wat dan ook. Niemand of niets heeft jou dat aangedaan. Je creëert het zelf. Door waar jij kiest om op te focussen. En ik snap ook dat je nu kwaad wordt als ik dit zeg. En dat is oké. Het hoeft niet je waarheid te zijn. Maar toch wil ik dit delen. Want op het moment dat je die verantwoordelijkheid kan nemen, 100% 100%. En je shift dit, verandert alles voor je. En ik hoop dat er iemand is die dit vandaag moet horen. Want dit gaat een game changer zijn. Niet alleen voor je business als je ondernemer bent, maar voor je complete leven. Neem die verantwoordelijkheid voor je financiële situatie. Neem verantwoordelijkheid voor je gewicht, voor je gezondheid, voor je relaties. Voor hoe jij naar jezelf kijkt, voor je zelfliefdestuk. Neem fucking verantwoordelijkheid voor alles op dit moment in je leven. En op het moment dat je dat 100% doet, voel je automatisch de kracht dat je alles kan veranderen. En dat maakt dat jij vanaf nu elke dag een stapje gaat zetten om een compleet andere realiteit voor jezelf te creëren. Want dit bestaat. Kijk naar de mensen die het gedaan hebben. En ik hoop dat ik daar een voorbeeld in mag zijn. En ook al zal ik ook never get it done, never get it right. En het is continu een reis. De reis is wel fucking fantastisch geweest de afgelopen jaren. En de resultaten zijn mind-blowing. En dit bestaat. En als het voor één iemand bestaat, betekent het ook dat het voor jou bestaat. Jij mag alleen jouw pad van de minste weerstand vinden. En ik vind het zo tof om de mensen die ik mag coachen, die dit van mij overnemen, de mensen die ik mag begeleiden in deze reis, hoe goed het met hen gaat en hoe vaak ik terugkrijg van oh my god. En ineens kwamen er allemaal klanten en ineens verkocht dit en ineens een hogere prijs en ineens. En ik had meteen al, zonder dat ik heb gepromoot, kreeg ik al meteen iemand die zei oh yes en die betaalde meteen. Hoe komt dit? Dit komt door alignment. Dit komt door het ultiem masteren van de ontvangmodus. En dit is wat bestaat. En dit is waar het goud zit. En dit is waar jij het mag gaan zoeken. This is every day the most important work you'll ever do. Oh, alsjeblieft voel die. Alsjeblieft voel die en alsjeblieft neem die van mij aan. Je leven transformeert. Je business transformeert. Je gaat succes ervaren. Wat je nooit voor mogelijk had gehouden. Als je maar zorgt dat je in alignment bent. Alignment first and then. Dan ga je actie ondernemen. Dan ontstaat automatisch de inspiratie. Dan ga je doorpakken. Dit is wat bestaat. Dit is voor jou weggelegd. Maar het zit hem nu in jou. Hou op met iets of iemand de schuld te geven. Of het nu de economie is, of het nu corona is, of het nu jouw partner is, of het nu een financiële situatie is, of het je kinderen zijn, of het whatever. Hou op met iets of iemand de schuld te geven van jouw situatie. Ga shiften naar 100% verantwoordelijkheid nemen en ga wat doen. Als je iets niet fijn vindt, verander het dan. Je kan dat. Je bent geen slachtoffer. Je kunt alles veranderen wat je wil, waar je nu staat. Er hoeft niet eerst iets te gebeuren om te veranderen. De tijd is nu en de tijd is perfect en de tijd zal altijd perfect zijn. Het gaat erom of jij die verantwoordelijkheid gaat nemen. Let's go. Oké, ik ga mijn rant afronden. Ik hoop echt dat die bij iemand binnen is gekomen. En die woorden van Abraham Hicks. Do you want to get rid of your business or do you want to feel better? I want to feel better. En dan vraagt Abraham Hicks, wat is hetgene wat je het makkelijkste kan bereiken binnen nu en 5 minuten? Je bedrijf verkopen of je beter voelen? Me beter voelen. Stoppen met je bedrijf of je beter voelen? Me beter voelen. En daar zit je goud. Je kunt je hier en nu beter voelen zonder dat er ook maar iets of iemand hoeft te veranderen. En als je dat kunt en je gaat de controle krijgen over jezelf om dat te shiften, ben jij ongelooflijk sterk en kun je de wereld aan en kun je alles veranderen. En ga jij ongelooflijk fijne, fantastische, magische dingen aantrekken waarvan je nooit had gedacht dat dit voor jou was weggelegd. And let me break it to you, everything you want is voor jou weggelegd. En het is aan jou om te gaan ontvangen. Ga halen wat van jou is. Ga klaar zijn voor wat voor jou is. Ga openstaan voor wat van jou is. Maar neem die 100% verantwoordelijkheid. Niet als dan. Nu. Jij. Het is perfect zoals het is. Dankjewel voor het luisteren. Doe er iets mee. Laat me weten wat dit voor jou betekent. Alsjeblieft, als je hem waardevol vond, maak een screenshot. Deel hem. Soms voel ik heel sterk van oké, dit zijn die woorden. Dit moet iedereen horen. Alsjeblieft deel hem, want je inspireert er een ander mee. Laat me weten wat dit voor jou betekend heeft. Maar vooral doe er iets mee voor jezelf. Want hoe meer mensen een lichtje gaan zijn in deze wereld, hoe meer deze wereld zal veranderen. Thank you. En ik spreek je morgen. Mwah.